zijn bezig met een van de leukste doelopdrachten van Media Masters 2017. We maken namelijk een mini-movie over de kinderrechten. Ja! Yes! Oké. Met de mini-movie verdienen we een joker voor het finalespel van de Media Masters. En nu zie ik jullie denken... Wat is een mini-movie en zit het met de kinderrechten? Kijk, dit is het kinderrechtenverdrag. Tadaa! Komt u maar. Ha. Nou, hier is hij dan. Op 20 november 1989 werd het voor het eerst gepresenteerd. En inmiddels is het getekend door 196 landen. Ja, dat zijn er best veel, hè. Dat vind ik zelf ook eigenlijk. Het echte verdrag is veel dikker natuurlijk. Maar in het boekje van UNICEF staan alle 54 artikelen uit het verdrag kort en duidelijk uitgelegd. Ach, wat handig. En zonder dat je het weet, maak jij elke dag gebruik van deze kinderrechten. Echt waar, moet je maar luisteren. Bijvoorbeeld, even kijken hoor. Als je naar school gaat. Yeah. Samen iets doet met je ouders. Of als je water drinkt uit de kraan. Lekker hoor. Speciaal voor jullie, de toekomstige Media Masters, zijn de volgende kinderrechten uitgekozen. Recht op informatie. Recht op privacy. Recht op onderwijs. Recht op vrije meningsuiting. Recht op spelen. Recht op gelijke behandeling. We vragen het niet misschien af. Kijk, daar loopt ze. Kijk, jullie maar even naar deze clip. De mini-movie is een korte film van maximaal 2,5 minuut. Ha! Kijk, en dit is de opdrachtgenerator. Deze geeft je een opdracht en dan begint het belangrijkste. Namelijk, nadenken over een origineel verhaal. Je kan een mini-movie maken met een telefoon of een andere camera. Maar we hebben speciaal voor jou een mini-movie maker app gemaakt. Voor de tablet, ach wat handig. De Mini Movie Maker helpt je om een echte film te maken. Met scènes en shots. Trouwens, als jullie de Mini Movie hebben gemaakt, zet hem dan op YouTube. En zet de link op het inschrijfformulier. En alleen de beste inzendingen krijgen een filmworkshop op school. Een filmcoach van Hollywood in de klas komt dan langs op school. En die maakt dan een verbeterde versie van jullie Mini Movie. Jongens, zijn we al begonnen? Ja, we zijn al klaar. En daarna wordt het pas echt leuk. Want deze verbeterende versie doet mee aan het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. En dan komt... jouw film op het witte doek in een van de beroemdste bioscopen van Nederland. En ook nog eens op ons YouTube-kanaal. Waar deze misschien wel 1.000.000.000 keer wordt bekeken. Kan niet beter dit. Via ons filmpje die we gemaakt hebben met klas voor Media Masters... zijn we nu in de mooiste bioscoop van heel Nederland. Hoe vet is dat? Super! Vergeet deze video trouwens niet te liken en te abonneren op ons kanaal. En like deze video, hè? Ja, jij. Oh ja, en check nog even de website.